Hallo mensen van Gaming Electricity. We spelen vandaag weer Troll Stickman. En net hadden we, de vorige keer hadden we episode 1 gedaan. Dus nu komt... Ja, jullie raden het al. Inderdaad, episode 2. En vandaag ga ik meer dan één video uploaden. Dit wordt gewoon de eerste. En vanmiddag komt er waarschijnlijk ook nog Minecraft. Dit ga ik dan met een vriend opnemen. Dit is Lord Vindrot of Sebastian. Ik heb al eerder films met hem gemaakt, maar die heb ik nog niet geüpload. Die moet nog komen. Maar die zien jullie later wel. Dus we gaan gewoon beginnen met episode 2. We moeten weer Stickman trouwen. Nou, ja. Yeah. Stickman. Kijk, hij wordt om hulp geroepen. The fuck doet hij? Oké, dit is best wel creepy. Ah, crap. Die Stickman klopt weer niet. Ik ben wel opnieuw doen. Restart. Episode 2. Kom op, ik wil iets. Stickman. Push. Push. Zo. Oké, weet je, stick. Zo, oké. Ik ben goed. Help, help. Oké. Kom maar aan, kom maar aan. Oké, hij beweegt al wat anders. Werkt, ja. Help, help, help. Sounds like someone. Oh, er is iemand tegen haar. Oh, moet hem helpen, help, help. Can you draw letters so that I can rap you? Nee, dat kan ik niet. Zo teken ik altijd de N, dat klopt. Nee. Ja, kan ik niet. Kijk, en dan gaat hij me ook nog beklimmen, hè? Dat vind ik wel stoer. Gaat gewoon mijn nee beklimmen, hè? Weet je, dat zou ik ook kunnen. Zeg ze van, vraag ze van, kun je ladder bereiken of zo? Zeg gewoon nee, en dat beklimt hij zo mijn nee. Dat is gewoon stoer, weet je. Dat zou gewoon moeten kunnen. Can you draw a tiger costume? Serieus. Ja, als je iets wilt horen, dat is dan Sebas. Daarmee ga ik de filmpjes uploaden, hij is nu hier. Dus dan kun je hem af en toe horen, maar je hoort hem waarschijnlijk heel slecht omdat ik zo'n microfoon heb. Maar een rit, dat kan wel, maar ik dacht eigenlijk meer aan een kostuum. Doe gewoon een stuk papier. Yeah. Nu ziet hij mij niet. Valt ik niet op, hè? Nee. Nee, daar kijk. Oh, oh. Tik, tik, wat is dat? Tijdbom! Uh-oh. Oké, waarom zit er een wekker in een random boom? Nou, gelukkig ziet hij niet dat ik een mens ben. Oh, gelukkig dat ik een kostuum had gevonden. Ring, ring. Oh nee, die vogels. Help! Mijn kostuum. Oh nee, hij wordt boos! Ah! Oh, oeh, hij viel. Gelukkig. Gelukkig. Oh, wat doet hij nou? Wat doet hij? Nee, hij komt weer terug omhoog. Waarom kan hij niet eigenlijk klimmen? Dat vind ik niet eerlijk. En waar is mijn ladder gebleven? Die is opeens verdwenen. Dat vind ik niet eerlijk. Ah, I have an idea. Drop it, of other. In my hand. Nee, nee, dat kan ik niet. Ik doe wel gewoon een wekker nog een keer. Wekker. Oesh. Oesh. Ah, dit lijkt me een Mickey Mouse, maar dat maakt niet uit. We moeten opschieten. We moeten opschieten. Ja, oké. Okay. Yeah. Ah, dat werkt niet. Ah, dat is jammer. Oh, dan komt hij weer. Hij gaat weer verder. Oké, ik klim wel verder om. Waarvoor direct teken ik dan een emmer? Maar we moeten opschieten. Dit eigenlijk komt eraan. Een lift. Wat doet een lift hier? Oh, dat is wel handig. Oké, mooi zo. Een lift in een boom. Dat is heel logisch. Dat zie je overal, hè. Weet je wel, elke boom wel een lift. Ook als een lift zo werkt, waar je niks mee kan, waar je nooit mee heen kan. Alleen als je er iets in gooit. Oké, iets heel zwaars. Oké. Als iets... Ja. Oeh, kijk hoe zwaar... Zo. Kijk hoe zwaar. Oh mijn god, het werkt, het werkt! Oh, ja, ik ben ontsnapt! Oh, hij zit vast. Stomme tak! Wat moet ik doen? Chom chom. Ik zie daar chom chom. Uh-oh. Het is... Dit is een bever. Hij hakt de boom om. Nee, wat moet ik doen? Nee, weg, weg, bever. We vallen om. Slecht, bever. Web, web. Een papiervliegtuigje. Maar deze zijn met een vliegtuig ingestort. Dus ze hebben het ook nog overleefd. Dat vind ik wel knap. Maar, die tech zit nog steeds achter me aan. Oh, die boom. Oh, die tech, ja, die tech is bang aan. Wat een pussy. Pussy, pussy, pussy. En dan, I know, let's... Oké, en verder kan ik even laten. Oké, ik moet laten vliegen. Oh, ik moet links steken. Ik heb geen zin om wings te tekenen, dus ik teken... Nee, wacht. Wacht even. Hoe ga ik dat doen? Denk ik wel. Wacht, dat klopt niet. Sorry. Ik neem dit als één vleugel. Wacht even, ik ben nog niet klaar. Wacht even. En dan
Hier, ik gebruik mijn muis als vleugel, ja? Ja, oh, dachten jullie dat? Ah, viezerikken. Oh, vies. Ik dacht dan van, dat dit een lul was. Ja, maar dat is het niet. Dit is namelijk een muis. Kijk, wat heeft oren en ogen. Ja. Nog iets meer puntjes, zo. We gaan vliegen. Oeh, die tijger blijft daar maar zitten. En ik vlieg weg. Oh, check mij gaan. Met een muis en vleugels. Ja, oh, ik red ze nog even. Want ik ben zo goed. Ik ben zo goed. Ik ben een goed heilig man. Ik ben gewoon... Ze vallen. Ze gaan dood. Please press the back button on your browser so we won't have to see this disaster. Oh, dan moet ik even op de back button drukken. Ja, dit zien jullie niet, maar ik druk op de back button. Dit is tour gemaakt. Oké, dan geef ik toe, dit is wel cool gemaakt. Hoe doet ze dit? Hoe kunnen ze dan met de terugknop dit... Huh? Dit vind ik nou knap, dit vind ik stoer, dit vind ik applaus waard. The end. Nou. Leuk spel. Nu willen ze mijn t-shirts aansmeren, nou... Weet je, dat doen we gewoon niet, weet je, daar heb ik geen zin in. Ik ben al zo arm, dus dat doen we maar niet. Nou, ik bedank jullie voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, geef hem dan een duimpje omhoog. Voor meer, nou ja, dan abonneer je. Deel deze video ook nog even op Facebook of zo. En als je dat allemaal niet doet, ja, dan weet eigenlijk niks. Dus dan worden jullie een vierkant. En dan lopen jullie zo de wereld door. Dus kijk. Dit ben je een vierkant. Ja, en die vierkant die vindt misschien wel een doos. Maar weet je wat er in die doos zit, weet je? Wacht even, ik zal even snel de sleutel nog een keer tekenen. Waarom is dat een hart? Nou ja, in ieder geval, met dat hart over ik. Kijk, je krijgt alleen maar letters en nog een doos. Dus, je moet blij zijn dat je nu wat je bent, want anders word je een doos die alleen maar dozen zoekt, waar letters in zitten. Dus, ik bedank jullie voor het kijken en ik zeg, doei!